De bekende schrijfster Cynthia McLeod heeft zaterdag haar nieuwste jeugdboek No Quick in ons bos gepresenteerd. Dit gebeurde in boekhandel Vaco. Het boek is een publicatie van uitgever Conserve en kwam tot stand door samenwerking met de Nederlandse organisatie De Nieuwe Kerk in Amsterdam en wel in het kader van de expositie We Have a Dream. Het boek werd op 13 september gepresenteerd in Nederland. Volgens McLeod wordt er altijd bij deze grote tentoonstellingen een jeugdboek uitgebracht. Zij had de eer deze keer om het kinderboek te schrijven waarin Martin Luther King, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela voorkomen. Het boek gaat over, ja, eigenlijk over een Indiaans meisje uit Suriname, uit het binnenland van Suriname. Dat op een pijnlijke en ook heel verdrietige manier de verschrikkelijke gevolgen ondervindt van kwikvergiftiging. Want dat is het. Ons bos wordt vergiftigd door kwik. En het zijn deze mensen die altijd zeer harmonieus met hun milieu weten om te gaan en in harmonie leven met hun milieu, die de eerste en de ergste slachtoffers worden. Ja, en daar gaat het boek over. Maar het gaat ook over Mandela en Gandhi en Martin Luther King. En dat meisje zelf natuurlijk. In de eerste plaats de school van Bernardsdorp. Want die school speelt een belangrijke rol in het verhaal. En dan heb ik nog verder heel veel scholen uitgenodigd uit Indiaanse gemeenschappen. Zij zijn het die het heel veel ondervinden. En dan hebben we nog 15 andere scholen uitgenodigd. Ik kan natuurlijk niet aan alle scholen van Suriname een boek geven. Maar dus ongeveer 20 scholen hebben een boek gekregen. En die leerlingen zijn allemaal gekomen. Het is voor leerlingen van 5e/6e klas. De bekende schrijfster Cynthia McLeod. Ze heeft zaterdag haar nieuwste jeugdboek No Quick in ons bos gepresenteerd.